Het KNMI geeft met grote regelmaat weeralarm af. Gisteren zorgde dat voor het aflasten van de avondvierdaagse van Nijmegen en Nijmegen-Noord. Ja, dat is een beetje jammer dan, hè, voor al die mensen, dat ze niet kunnen lopen. Dus aan de andere kant, als er dan wel iets gebeurt, dan is grote paniek. En dan wijst iedereen met beschuldigende vinger naar ze hebben niet gewaarschuwd. Dus ja, het is keerzijde daarvan. Daarom, ik denk niet dat ze het kunnen voorspellen. Moet maar afwachten, van je 's morgens opstaan en dan de dag plukken. Hè? Lijkt me verstandig. Ja, en vaak met vakantieweken, dan zit er ook een avondvierdaagse bij in. Hè? Dus ja, maar ik vind het wel een verstandig besluit, want het risico kan je niet nemen, vind ik. Ja, nu achteraf wel, maar ik denk, als het echt onweer was gekomen, dan niet. Ik bedoel, komt er onweer en laat ze doorgaan, dan zegt iedereen van ja, maar dat hadden ze toch geweten. Dus ja, het is altijd moeilijk. Nou, ik vind het eigenlijk niet terecht. Ze hadden beter moeten kijken. Je kunt de weerradar kun je het zien dat het bijna stil stond en wegtrok. Dat is een beetje overdreven. Soms wel, soms niet. Soms worden codes afgegeven terwijl je 10 keer per week afgegeven wordt. En dan denk je van ja, moet het nou? Ja, dus ja. Aan de andere kant, ja, je kan het risico ook niet lopen dat er iets gebeurt. Blijkbaar vragen we daarom. Hè? Het is, men wil die weerbericht en daarop vertrouwen. En dus blijkbaar in dit geval niet terecht, want ze hebben fouten. Ze maken fouten. Er zijn ook mensen die daar met computers werken. Dus, ik had er niet mee gekregen dat er een weeralarm was. Als dat echt zo is, ja, dan nemen ze dat wel serieus. Maar kennelijk zo serieus. Ik vind het een beetje erg serieus. Ik heb wel eens met de regen en een regenponcho en in het onweer met mijn eigen dochter destijds de avondvierdaagse gelopen. Ik kan me daar iets bij voorstellen dat als op een gegeven moment de veiligheid in het geding komt voor de mensen. Want ja, stel dat er doden vallen of ongelukken gebeuren, dan denk ik dat het terecht is. Want je kan dan beter voorzorgsmaatregelen nemen als achteraf zeggen van nou, er is iets gebeurd. Achteraf is makkelijk zeggen dat het doorgeslagen is. Maar ja, als je zelf, je moet eigenlijk, mensen moeten zelf bepalen of ze gaan lopen. Ze hebben zelf die verantwoordelijkheid dan nog.